Dag Tom, ik kan het toch op zijn minst ook gaan leren, hè? Bedankt voor de tip. De mond, harmonica blues. Ik vind dat kunst en dat is opgenomen door de BRT in de jaren 60. Dat is kunst, jong. Kijk die kleur. En hoe dat. Ik vind dat camerawerk, die foto, ik vind dat ongelooflijk. En ook die type, hij heeft de laatste concert gespeeld met Robert Johnson. De grote. Ja, Blues. Ja, ja. Fantastisch, hè? En ook hoe dat die. Ik vind hem een beetje de duivel ook al zo. Hij was al een tijdje gekleed in zwart en met de broer toe. En ze stop! Zien, ik... Ja, en dat staat op zichzelf niet graag over, denk ik. Nee. Ik krijg een beetje vochtige ogen, hè? Want een beetje, ja, het is emotioneel. Ja, maar dat ging dat ook niet meer. Yep. Ik heb hier gedeeld. Natuurlijk allemaal in de zaal, maar ik geloof dat dat toch niet moet hetzelfde zijn voor diegenen die in de huiskamer of in die thuis waren. Was dat nu eigenlijk, heb je datzelfde beleefd dan wij? Of, is er misschien hetzelfde in de zaal? Dat is ons tentnummer. Ik kan een deel verstaan van de tekst, maar niet alles. Het begint met komt aan mijn neuzen, kietelt in mijn oren, schiet je zout in een diepe taloren. Tot daar kan ik nog volgen, maar dan... Ohne Mone. Ohne. Een Mone, la lune, de maan. Ah, ja, ja. Suiker, de kronen. Suiker, dat wil zijn suiker. De kronen van suikerwater. Kronen. Piepaljoenen lazen. En de piepaljoenen, dat wil zijn een... Ik vind dat verschrikkelijk goed, een onze lieve... Herenbeestje. Oh, verschrikkelijk. De piepaljoenen, dat is meer poëtisch, nee? Ja. Vind je dat niet piepaljoenen? Zeg dat ik? Piepaljoenen. De piepaljoenen. Piepaljoenen? Is... Ja. Ja, hij komt... Van de andere kant van het land hebben ze ook een interessant dialect, maar... Dat weet ik. Zie je van Limburg, hè? Het is waar, ja. Ik krik dat. Ja, wij zijn nogal geparfumeerd, dat is waar.
Wie er niet nog crevetten? Zeg je zie je getrouwd eigenlijk? Nee. Ik ook niet. Nee. Straks eens klappen. Maar ik kan dus voor een spaarboek. Maar ik kan niet met de noten erin. Kan je met noten erin? Ja, ja, ja. Je had een chauffeur nodig. Ja, maar jij kan koken natuurlijk. De mensen denken dat. Zeg Arne, je zit hier nu al een tijdje en je hebt nog altijd geen sigaret gerookt. Ik rook niet meer. Wanneer ben je gestopt? Meer dan een jaar. Meer dan een jaar? Ik word ermee overal geconfronteerd. Hè. Shit. Ja, je was wel een fanatieke roker. Amai, ik rook, je zag eerst de sigaret en dan ik. Ja. Niet oké, okay, niet oké. Okay. Maar ja, maar iedereen doet dat je wil, maar ik kan ermee stoppen. Weet je hoe dat komt? Nee. Maar dat komt door de laatste show. Ik zweer het je op mijn twee Claudientjes. Dat was iemand die een keer... Maar ik kijk nu eens naar tv. Hè. En op een dag was er iemand die een dvd opgenomen had van Dankier rookten op de laatste show. En ik keek... Ik was al bezig aan het checken. Also, ik zei, die haast is niet cool. En ik keek, dat was ik. Maar ik zweer het, hè. En dat is de beste therapie die er bestaat. Je neigen ze roken. Ah. Je hebt er geen nieuwe verslaving van opgedaan of zo? Een nieuw? Een nieuwe verslaving. Een nieuwe verslaving. Kleven. Kleven. Het is slechts Stijn Streuvels die je spreekt. Ja. Ja. En is je stem nu beter nu je niet meer rookt? Zing mijn stem is nooit goed geweest. Nee. Maar is het nu een beetje beter? Nee. Maar nu kan ik... De technieken zeggen in de studio dat ze niks moet bijdoen, maar te langer ook. Maar je moet niet zingen met stem, je zingt met dier, hè. Met je buik. Hè. Enfin, ja, je stem, je zingt niet met dier, hier mag je nooit meer zingen. Hè. Nee. Het moet van je buik komen. Hè. Weet je wat, toon het ons eens, want je gaat zingen met de laatste showband. Nu ga ik bij flippen dat ik alles moet doen. Je gaat toch zingen met de laatste showband, dacht ik. Ja. Met plezier. Dank u. Wil jij naar het podium gaan? Ik word er niet voor betaald. Nee. Maar het is al heel erg bedankt voor het gesprek. Merci, Arne. Dag, Tom. We kunnen dit ook noemen een koekje van eigen deeg. Maar ja, de Rijsbergen zeggen ze dat ze deeg hadden als ze veel lol hadden. En dat hebben we gehad vanavond. Hey, tot kijk!